Sanne Voet, van harte gefeliciteerd met je gouden medaille. Met je Nederlandse kampioenschap. Fantastisch gedaan. In het begin was de strijd nog spannend, maar daarna werd het steeds minder spannend. Vertel eens, hoe kwam dat? De eerste proef had ik 68,3% geloof ik. En zat Tessa Baijes, die zat echt in mijn nek te hijgen. Die had bijna net zoveel punten. En in de tweede proef had ze wat pech en wat spanning, waardoor ze best wel kelderde in de punten. En eigenlijk ging mijn tweede proef juist beter dan mijn eerste. En toen was het... Het verschil werd steeds groter natuurlijk. En kon je toen in de afsluitende wedstrijd, de kuur van vanmorgen, helemaal vrij uitrijden? Ja, maar ja, de kuur is sowieso wel een beetje mijn favoriete onderdeel. Ik rijd het liefst gewoon zo, je voelt aan wat je kunt, wat je paard kan, hoe dat hij eraan staat. En hij was scherp, hij was super aan mijn hulpen. En als je dan het hoofdstadion binnenrijdt en je muziek begint, dan vergeet je alles wat er om je heen gebeurt en dan ga je alleen nog maar genieten. En dan is het alsof het vanzelf gaat. Ja, dat zeg je wel zo makkelijk. Maar er zitten toch een hoop mensen te kijken en er staat iets op het spel. Heb je geen last van druk? Nee, ik heb daar echt geen last van. Natuurlijk ben ik wel wat gespannener dan anders. Een gewone wedstrijd of gewone training is toch anders dan een Nederlands kampioenschap. Maar zodra ik ga opzadelen en op mijn baard ga zitten, kan ik dat dusdanig laten afvloeien dat ik er geen last van heb. Ja. Wat zijn je plannen voor dit jaar? Wil jij niet dit Nederlands kampioenschap nog een klein stukje upgraden naar een mooi internationaal kampioenschap? Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar internationaal is de concurrentie wel echt enorm. Ik heb toevallig een paar weken geleden in Duitsland gereden tegen de regerend Europees, Olympisch en wereldkampioenen op het moment. En die is ook echt in topvorm. En ik was toen alle drie de proeven tweede en zij heeft ze alle drie gewonnen. Dus dat zou heel moeilijk zijn, maar we gaan in ieder geval voor fijn rijden en nog beter worden. En we hopen natuurlijk wel deel te nemen aan het EK. Ja. En hoe dat het dan precies zal lopen, dat zien we daar. Ja. Maar je paard kan nog beter dan dit, denk ik. Ja, absoluut. Ja, zeker weten, zonder twijfel. Ja. En hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat realiseren? Krijg je goede lessen en goede hulp? Ja, zeker. Mijn vader helpt mij thuis heel veel vooruit. Die heeft weinig verstand van paarden, maar die helpt gewoon met de praktische zaken. En Emily Scholtes, daar train ik bij. En ik ben afgelopen najaar geopereerd en Emily heeft mijn paard doorgetraind. En omdat ze nu ook weet hoe het paard aanvoelt en hoe dat ze hem moet rijden, kan ze mij ook weer extra goed begeleiden als ze mij lesgeeft. En dat gaat echt super. Nou, ik wil je op het Europees kampioenschap nog één keer interviewen. Maar dan met opnieuw een gouden medaille. Gaat dat lukken? Ik ga heel hard mijn best doen. Oké, veel succes.